Je moet toch die wind zien binnen te slepen. Zie je ook dat de Blitzstar ook al is. God dang it. Hij heeft de Blitzstar niet weer. Niet weer. Nee. Oh yes. Oh yes, Duffy. It's your lucky day. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel, de Blitz Survivor Games. Zoals jullie wellicht zien, ik sta in de lobby, want jullie hebben ook ogen en jullie zien het ook gewoon. Normaal gesproken zou dat natuurlijk betekenen, oh my god, we gaan een kit upgraden. Is vandaag niet het geval. Ik wil gewoon heel veel het moment nemen om even jullie ogen naar de rechterkant van het scherm te gaan laten verplaatsen. En zien dat we op dit moment 999 wins hebben. Dat betekent als we vandaag ook maar één game winnen, hebben we gewoon 1000 solo wins. Dus tot in de game. Goed mensen, aangekomen in de game. De game waarin wij misschien wel onze win zullen gaan binnenslepen. Waarin we misschien dus wel onze 1000ste win zullen gaan halen. Wat freaking insane is. We gaan namelijk spelen met onze teamkit. En ik weet het mensen, natuurlijk er zullen kanalen zijn wat. Accounts zijn met misschien wel veel, maar dan ook echt heel veel meer wins. Misschien wel 10.000 wins. Ik weet niet of het zo is, maar hey, misschien is het wel zo. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat 1000 wins natuurlijk best wel veel is. En hopelijk kunnen we dat gewoon gaan halen. En dat zou super chill zijn. Maar goed, we moeten natuurlijk eerst ons best ervoor gaan doen. En ik zie wel dat er heel wat Duffy wordt gespamd in de chat. Wat helemaal niet erg is. Het kan positief en negatief zijn. Het negatieve kan natuurlijk zijn dat ik een horde mens achter me aankrijg. En het positieve kan zijn dat er misschien wel iemand zit die mij een free kill geeft. Hey, wat dat betreft, je moet toch het positieve ervan inzien. Dus laten we hopen dat het... Of dat ze gewoon allemaal eerlijk zijn. Weet je, dat ze gewoon rustig de game gaan spelen. Komen ze me tegen. Nou ja, gaan ze gewoon vechten. Misschien ga ik wel dood. Hopen van niet. En dan, dat is ook helemaal Gucci. We gaan in ieder geval lekker ons best doen. Mensen natuurlijk ook bedankt voor de reacties en likes natuurlijk die zijn achtergelaten op de video van gisteren. De Hunger Games van gisteren. Veel positieve reacties erover. Mensen vonden het erg fijn dat er een... erg leuk eigenlijk moet ik zeggen dat er een extra Hunger Games online was gekomen. Dat is natuurlijk altijd leuk om te lezen. En ja, dat dus. Holy shit. Weer iemand hier die met me wil vechten? Weet je, nee. Holy shit. Dit is gewoon eigenlijk het scenario wat ik gewoon... niet wil hebben gewoon. Ik wou gewoon niet dat ik in een fight beland en dat er dan gewoon weer allemaal andere mensen bij zijn die jou eigenlijk keihard aan het hitten zijn en bijna beter zijn. We kunnen hier een kill oprapen voor de regen, dat zou altijd fijn zijn, kom op. Hoppatee, oké, we kunnen door. Goed, ik zat nog midden in mijn verhaal. Wat ik natuurlijk wil zeggen is dankjewel Zef voor de reacties en likes op de vorige video. Mensen vonden het dus erg leuk dat er een Hunger Games extra was. Erg leuk natuurlijk om te lezen, dankjewel ervoor. En ja, mocht je mij willen supporten vandaag, kan je natuurlijk altijd deze video vast eventjes een like aanklikken. Bijvoorbeeld dank. En wellicht kunnen wij hier misschien ook wel gewoon 1000 likes halen. Dan hebben we dus 1000 wins en 1000 likes en boom, we hebben deze kerel down. Dat zou super chill zijn natuurlijk. 1000 wins, 1000 likes, een mooi... iets getal gebeuren. En ja, dat dus. We hebben in ieder geval 2 kills. Wij gaan hier enchanten. Want we hebben de bevoegdheid ertoe. Tot. Dus dat gaan we doen. En trouwens nog even iets mensen. Er is vanmiddag om 3 uur een video online gekomen. Dat is niet zo heel speciaal. Want dat gebeurt natuurlijk dagelijks. Maar dit keer was het een Q&A. Met een Q&A met een HD facecam. Dus mocht je zoiets hebben van... nou Duffy, daar gaan we dan. Duffy in HD bekijken. Dat kan. Link is de tweede link volgens mij in de beschrijving. Dat is naar de random video en dan kom je uit bij die video. Dus mocht je zoiets hebben van, nou, daar gaan we dan. Laten we Duffy's even gaan checken. Dat kan je daar doen. Dus, freaking fun. En heb je zoiets van, oh, fuck jou Duffy, hoef ik niet te zien. Dan moet je niet gaan kijken. Hallo. Hey, kom. Ja, dat is 1 hit. Hoppatee. Wordt 7 HP eraf van 1 hit? Oké, je hebt resistance gebruikt, maar dat maakt niet uit. Oh, hij is down. Nice. Oké, we krijgen er een diamond helm voor. Dat is alleen maar een gear improvement. Ik vind dit heel moeilijk. Maar volgens mij moet ik voor mij deze boots aan doen. Want het is natuurlijk... Dit is voor mij net beter, I guess. Dus wij doen gewoon lekker deze aan. We leven nog steeds. En we hebben inmiddels 3 kills. En we hopen natuurlijk dat wij er iets meer van kunnen maken. En gewoon de 1000ste win kunnen halen. Holy shit. Dat zou dat episch zijn. Moeten we even naar de spawn toe? Er zijn die mensen wel beneden, maar als wij via hier kunnen travelen zou erg fijn zijn. Zit hier iemand in de buurt? Allemaal bij het water zeker. Oh, dit is pittig hoog. Dit is haalbaar, dan kunnen we hier naartoe. Oh, daar hebben we iemand met een iron body. Nice. Oh, daar komt nog iemand aan. Die heeft zoiets van, haha. De perfecte situatie hier. Ah, dang it. Ik heb een pijl en boog. Natuurlijk, dit is de Duffy met de pijl en boog, maar... hey, misschien gaat het gebeuren. Je weet het niet. Come on. Oh, shit. En we hebben hem down. Nice, oké. Dan hebben we ook nog een keer een pijl en boog kill erbij. We hebben hier natuurlijk een iron body liggen die we natuurlijk ook willen hebben. Misschien net een klein beetje nasty gespeeld, Duffy?
Ja, op zich wel dat ik natuurlijk ging mengen in die fight uiteindelijk nog. Maar hey, uiteindelijk, je moet toch die winst zien binnen te slepen. Shoot dat de Blitzstar ook al is. God dang it. De Blitzstar, dat is dus... Oh shit. Kom op. Weg hier. Damn it. Nee, dit was alles. Dit was het hele scenario wat gewoon als enige niet moest gebeuren. Gewoon de Assassin kan op mij. Maar het heeft natuurlijk ook wel weer wat. Puur dat gewoon ik die op dit moment best wel een belangrijke game probeer te spelen voor mezelf dan. En dan word je geassassinated. God dang it. Mensen, ik zie jullie natuurlijk gewoon allemaal lekker in de volgende game. Goed mensen, kijken natuurlijk of we er dan hier wel een win van kunnen maken. En ja, wat ik ook natuurlijk het vorige potje zei. Het was natuurlijk heel zuur. We waren dichtbij. Aan de andere kant ook nog best wel weer ver weg. En natuurlijk toen ik alleen al zag dat iemand de Blitzer had. En natuurlijk zag dat iemand de Assassin koos. Had ik al zoiets van... Dit gaat niet goed, maar ja, weet je, nieuwe game, nieuwe kansen. Wederom, we gaan spelen met onze Timkit. En misschien gaat het nu wel lukken. You never freaking know. Maar ik weet wel dat het pretty hardcore is vandaag met de Blitz Survivor game volgens mij. Dus, maar goed, wij gaan lekker ons best doen. En ja, hopen dan dat wij deze game wel kunnen winnen. En hopelijk dat we er niet iemand hebben met Diamond Body, Diamond Leggings. Noem het eigenlijk allemaal maar op, maar we komen er vanzelf achter. Let's freaking go. Jij gaat deze kist niet openen. Mooi, zo is die van mij. Oh. Alsof je het wist, meneer. Alsof jij wist dat die kist slecht was. Deze kist dan? Ook al zo'n pleuris kist. Nou ja, maakt niet uit. Even kijken. Het is hier wel druk qua mensen, hoor. Ik kan het jou vechten. Jawel, toch? Jawel. Kom op. Je mag ook terugslaan. Helemaal niks mis mee, hoor. Met terugslaan. Serieus? Een KS van 90%, broer. Serieus? Oh my god. Waarom? Waarom een KS van 90%, meneer? Vind je dat normaal? Ja, nou wegrennen hè, als het niet lukt. Als je denkt van, verdorie zeg, ik krijg zijn HP niet naar beneden. Komt dat toch? Nou, 1, ik heb resistance. En 2, ik heb dus ook nog dat andere spul van de spawn. Of heet dat resistance? Dan heb ik regen. Wow. Wat is hier allemaal gaande? Holy moly. Holy freaking moly. Holy quackamoly freaking moly. Dit is hier echt zo'n een en al drukte qua kills en gebeuren allemaal. Maar goed, ik leef nog steeds, dat is gewoon chill. En wij zien hier iemand. Kijken of we hem down kunnen krijgen dan. Oh, trouwens, ik heb pas 1 kill. Oh, ik ben natuurlijk een paar keer goed gecast. Nou ja, goed, maakt niet uit. We hebben 1 kill. Kijken dan of wij er 2-4 kunnen maken. Kom op. Dang it. Niet gecast worden alsjeblieft. Maak een slimme keuze. Maak een springfout. Doe iets. Maar ga alsjeblieft dood om mij. Hoppatee. Nice. Oké, dan. Wij zien hier speed bottles. Die hebben we ook een mooie in ons bezit. We hebben nog instant damage bottles en een resistance bottle. Dat is ook super nice. En voor de rest. Ik geloof het eigenlijk wel. We gaan door. Ik geloof het wel. Deze moet ik ook aankunnen volgens mij. Deze heeft niet zo heel veel goede gear. Wacht, ik heb ook speedbolters natuurlijk. Hebben natuurlijk niet voor niks. Dus wat dat betreft, we nemen ze gewoon in. Ik weet dat die ene daar rent. Maar ik dacht, misschien heeft deze betere gear. En dan kan ik deze snel zien te killen. Oh, ik ben blind. Oh nee, ik ben blind. Maar je hebt jezelf ook blind gemaakt volgens mij. Oké, we zien hier een diamond liggen. Ik pak hem gewoon op voor het geval dat. Stel, we komen nog een diamond tegen. Hey, diamond soort wat dat betreft. Dat zou natuurlijk super ziek zijn. Ah, oh, zit jij hier een beetje alleen. Hoppatee, dankjewel voor nog een kill. En wij gaan door. Het slimste nu is denk ik om te gaan enchanten. Of het gaat lukken. I don't know. Het ziet er nou uit van wel. Kijk, mijn kompas blijft die kant op staan. Oké, nice. Draaien we om. Hoppatee. En sharpness is binnen. Nice. Even kijken. Die weg. Go. Protection, nice. Kom op. Protection, nice. De enige nou nog even een helmpje erin. Protection. Oké dan. Hier word ik blij van. Hier word ik blij en vrolijk van. Holy shit. We zien er iemand. We nemen gewoon lekker speed over in. Fuck it. Om snel bij de persoon in kwestie in de buurt te komen. Lijkt alsof hij een black plate body aan heeft van RuneScape. Maar dat bestaat natuurlijk niet in Minecraft. Maar hey, die is ook down. Nice. Oké, en wij gaan door. Deze ene speedbottle wil ik gaan bewaren voor de deathmatch. Om misschien net even iets advantage te hebben op iemand anders. Maar... Of het overleeft natuurlijk een tweede. Hoewel, we hebben natuurlijk wel volledig protection gear op het moment. En een sharpness wapentje. Dus wat dat betreft. We hebben, daar zien we wel iemand een diamond helm. Oké, maar goed. Alleen een diamond helm is op zich niet zo heel speciaal. Heb je nog wel iemand die heeft speed ingenomen? Hoi, mag ik alsjeblieft jou hitten? Alsjeblieft, laat jouw speed eens uitgaan. Come on! Oké, zijn speed is uit. Nice. Spring maar even mis hier. Nee, niet? Oké. Hij is wel low nu inmiddels. Die twee mensen zitten ook nog steeds lekker achter elkaar aan. Die ene heeft wel een mooi gear zitten trouwens, moet ik erbij zeggen, maar... Oké, als we met hem kunnen vechten hier. En we kunnen van hem winnen. Kom op. Nee. Oei. 3 HP.
Het is zo close, het is zo close. Ik kan twee dingen gaan doen. Eén, ik kan de speedbot in gaan nemen. En twee, ik kan gewoon achter hem aan blijven chasen voor ja, weet ik veel wat eigenlijk. Voor saus eigenlijk. Fuck it. Ik moet dit doen. Fucking hell, dit meen je niet. Dit meen je niet. Oh my god. Als die kerel niet in mijn back was gekomen, was ik nu waarschijnlijk al bij deze kerel geweest. Dan had ik hem misschien kunnen killen. Oh man. Dan ga maar voor jou. Hij heeft de Blitzstar niet weer. Niet weer. Nee. Oh man. God dang it. Dit ga je niet menen, Hypixel. Dit ga je niet menen, Hypixel. Nee, 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 nee. Yep. God dang it. Are you kidding me, Hypixel? Tot twee keer toe finaal gerekt door een Blitzstar. Oh man. Waarom? Dit is. Oh, dit is zo gemeen. En zeker op zo'n dag als vandaag, waarin ik gewoon de 1000 winst kan halen. God freaking dang it. Mensen, ik zie je gewoon allemaal lekker natuurlijk in game 3. Goed mensen, aangekomen in de map Kappa V2. Kijken natuurlijk of we er dan hier nog wel een win van kunnen maken. Dit keer een no-kit mode. En we hopen ook dat er geen Blitzer in de game zou gaan komen. Natuurlijk, een no-kit mode heeft niks verder met een Blitzer te maken. Maar goed, je hebt wat minder open mensen misschien tegenover je. En ja, weet je, als we weer nu doodgaan door een Blitzer, dan weet ik het ook niet meer. Dat is dan natuurlijk ook wel drie keer een scheepswerf wat dat betreft. Maar dat klopt dan niet naar mij toe. Maar oh my god, wat een ongeluk vandaag. En het enige wat ik nodig heb, shit, is één win. Dat is alles wat ik nodig heb. Meer vraag ik ook niet. Ik vraag één win, weet je wel. Maar dat is schijnbaar te veel gevraagd voor Hypixel vandaag. En lekker aan het laggen is Hypixel nu weer. En oh wat leuk. En gaat dood jij met je kippenskin. Want of heb je ook geen kippenskin of Perry het vogelbek die skin. Weet ik veel wat voor skin je überhaupt hebt. Maar je moet dood. Dat is het enige wat zeker is. Donald Duck heb je zelfs. Hallo. Oké, dat is een. Ah, damn it, hij is al naar beneden gegaan. En nu heb ik mijn tand gekald en krijg ik geen tandkill. God dang it. Nou goed, een kill is een kill. En wij kunnen door voor meer kills. En meer kills is alleen maar dichter bij een win en dat soort shit. Dus let's freaking do this. Come on. I believe. Dankjewel voor de free kill. Ik wil je niet eraf hebben, want ik heb je gear nodig. Dankjewel. Hoppatee. Die aan en die aan. Kom op. Oké. Het kan nog. Het kan nog, het kan nog, het kan nog. Alleen ik ben heel erg bang voor een Blitzstar. Maar dat even terzijde. Dat is op zich ook vrij logisch. Hè? Game 1. Een prachtige game wat dat betreft. Had gewoon een mooie win kunnen worden. Doordat ik zag. Shit, de Blitzstar. Game 2. Was een prachtige game. Doordat ik dacht en zag. Shit, de Blitzstar. En toen kwam ik natuurlijk meneer tegen met de Blitzstar. En ja. Op zich, kijk of ik nou voor hem weg zou rennen of niet. Uiteindelijk. Iemand met die Blitzstar. Die heeft voor mij drie van die papiertjes. De kans dat ik toch eens een papier op me krijg. Is gewoon groot, weet je. Dat ik eentje daarvan zou zijn is groot, want vier mensen, drie papiertjes, nou ja. De kans dat ik er één op me krijg is gewoon huge ass. En dan ook gewoon degene die kant. Kijk, als die creepers op me kalt, nou ja, weet je. Er is nog een overlevingskans, maar deze dat ik echt gewoon een kilometer de lucht in vlieg. Ja, dat is gewoon klaar. Maar ja, leven nu nog acht mensen. Mijn gearsetje is matig tot oké. Het wapentje wat ik verder is wel matig. Natuurlijk een woedende soort. Is niet de beste, maar. Come on. Focus, win. 1000 wins. Blij zijn. En 1000 likes. Helemaal blij zijn. En. Ja. Yeah. Let's do this. Ik heb gezien hier iemand. Kan ik jou aan? Oei, oei, oei. Wat heb jij een mooi gearsetje? Wat heb jij een mooi gearsetje? Blijf alsjeblieft staan. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Blijf staan. Goed zo. Heeft hij stone sword? Yep, tuurlijk. Tuurlijk heeft hij stone sword. Kom op. Kom op. Kom op. Nice. Oké dan. Die gaat uit, die gaat aan, die daar. Deze hier. En we kunnen zo eens gaan enchanten. Gaat er dat toch nog gebeuren? Ik moet natuurlijk niet te hard van stapel gaan. Maar de Blitzer over 55 seconden. Ik ga hoe dan ook niet de spawn verlaten, mensen. Whatever gonna happen, ik ga de spawn niet verlaten. Echt gewoon niet. Gewoon in geen 100 jaar. Dit is gewoon nu mijn spawn. En waarom enchant ik deze leggings? For real. No. Oh my god. Heb ik dat serieus gedaan? Gold leggings geenchant? Oh my god. Jemig Duffy zeg. Oh. Nou ja, maakt niet uit. We blijven gewoon alsnog hier bij de spawn. We gaan hier echt niet weg. Oh mensen er boven ons. Ik hoop natuurlijk de Blitzer in de spawn zit. Ik ga sowieso denk ik voor. Sowieso ga ik voor Assassin. Ik bedoel. Ik denk dat ik dat gewoon nodig heb. Het is leuk dat we natuurlijk Diamond Body Shoulder kunnen krijgen. Of een Diamond Sword, wat dan ook. Maar een Assassin Call is toch net even beter. Hopelijk blijft nog wel even iemand in leven alsjeblieft. Nog eventjes, want ik wil nog wel eventjes die Blitzstar hebben. Kom op. Kom op. Oh yes.
Oh yes, Duffy, it's your lucky day. Misschien. Oké, okay, we hebben onze carrot. Oké, okay, dan. Het kan. Het kan gewoon nog steeds. Het kan gewoon nog freak steeds. Oh my days. Oh yes, we zien hier iemand. Ja, dit is een kill voor mij wat dat betreft. Ik kan mijn tante heb ik natuurlijk al gekald. Dit kan een kill voor mij zijn, kom op. Oké, okay, die is down. Nou jij nog. Nou jij nog, kom op. Oké. Okay. Het is een 1 tegen 1 fight, mensen. Fuck it. We gaan voor de 1000 wins. We gaan voor die 1000 wins. Nee, ik had hem in de damage misschien toch moeten callen. Het is toch beter geweest als ik hem in de damage had gekald. God dang it. Ik heb geen pijl en boog. Of ik heb wel een pijl, ik heb een pijl en boog, maar geen pijlen. Dat is ook een beetje nasty. Kom op, één hitje, kom op. Op één hit, ja, lekker. Nog één hit, kom op 1 AP. En de 1000ste win is binnen. GG. Mensen, het is gelukt. We hebben hier 6 kills, een win ervan weten te maken. Dat betekent, we hebben eindelijk de 1000 wins. Een freaking spannende dag wat dat betreft. Bij 2 keer dood te gaan door een blitz. Uiteindelijk weten we de game te winnen door een blitzstar. Had ik al GG gezegd, ik weet het niet eens. En zoals jullie wellicht hier aan de rechterkant zien, mensen. Solo wins, 1000. Het is eindelijk zover. We hebben het gehaald. Freaking insane. En ja, mensen. Ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Blitz Survival Games. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Natuurlijk 1000 likes, 1000 wins, 1000 likes. Laat hem gerust in de reacties achter. En ik hoop jullie te komen de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later, mensen.